Ja, ik was op uitnodiging van Koen ten Hegeler was ik uitgenodigd om met de twee sampans, de twee Chinese bootjes, naar de haven van Almelo te varen. Om daar fruit te brengen naar de groenteboer. En Koen die gaat die bootjes exploiteren in de haven. Hij gaat mensen mee rondvaren. Ja, en dat is wat we graag willen natuurlijk. Hè? Want die boten, die overigens Lee en Jan heten, naar zijn vrouw Lianne. Wij vinden het mooi als hier reuring in de haven is. Als er wordt geleefd, als de mensen plezier hebben. En weet je, de Koen die doet dat. Die neemt mensen mee, die verzorgt lekker eten en drinken aan boord. Die vaart ze rond in Almelo. Mensen kunnen Almelo vanaf het water zien. Dat is toch weer anders dan vanaf de weg. Ja, en dat hoort, zo'n haven, die moet gebruikt worden. En hij doet dat en dat vinden we schitterend. Dus Koen had gevraagd of mijn vrouw deze boten dan opnieuw wilde dopen. Maar dat mag dan niet met champagne, maar met water. Dus mijn vrouw heeft beide boten de naam mogen geven. En die gaan ze voortaan dragen. Moeten boten varen, in de haven moeten mensen zijn, in de haven moet wat gebeuren. En het feit dat Koen dat met deze boten gaat doen en dat mensen rond kunnen varen in Almelo en de schoonheid van Almelo kunnen zien vanaf het water, dat vinden we prachtig. Dus ik vind het hartstikke mooi dat Koen dat initiatief heeft genomen, op deze manier die link legt tussen de mooie haven van Almelo, de mooie markt van Almelo en de binnenstad is super. En Koen, we zijn heel blij met jou. En wees allemaal niet eigenwijs. Almelo is altijd gezellig hier. Kom hier naar buiten met veel plezier. Ja, die actie, daar komt door Koen ten Hegeler. Koen ten Hegeler die had een mooi van die twee pruim gekocht in China. En hij dacht, ik breng ze hier naar Almelo heen voor de mensen, voor de gezelligheid in de binnenstad van Almelo te brengen. Hij zei, Hans, wil je me even helpen om groente en fruit op te leveren? Want vroeger, deze China, al ging ze met de pruim langs de boot neer om af te leveren. En zei ze, fruit hoort erbij en de groenten ook. Het is gezond eten, dat moet je echt niet vergeten.